Er is helemaal geen eindhalte. Dit is een verkeerde film zonder eindhalte. Ik was dus ICT-manager en ik had al ook op mijn werk, op een gegeven moment leer je bepaalde termen gebruikt en dan wist ik het niet. Op vakantie, dat hij zich dan in één keer niet lekker voelde. Misschien soms ook wel momenten waarin hij wat kribbig overkwam of wat warrig overkwam. En dat ik paswoorden niet meer wist en al dat soort dingen meer. Dat waren voor mij toch de eerste tekenen. Ik zeg steeds, we zijn op de een of op de andere dag in een verkeerde film gestapt. Hepatische encefalopathie is eigenlijk een neuropsychologisch ziektebeeld, dus gedrag en functiestoornissen. De lever laat afvalstoffen door die hij normaal wegvangt. Die komen in je hoofd terecht en daardoor ontstaan er allerlei gevolgen. Gedrag verandert. Maar ook neurologie, je kunt suf, traag, slaperig, comateus worden, echt helemaal weg zijn. Meneer Pieters was er een eerste complicatie van een levercirrose die tot dan toe eigenlijk niet goed bekend was. En dat was in maart 2017. En toen zei ik, wij willen eigenlijk 9 weken op vakantie naar Frankrijk en Spanje. Kan dat? Ja, dat kon rustig. Maar in de vakantietijd voelde ik me toch wel vrij slecht. En in november, oktober-november, kreeg ik dan de eerste bloeding. Als je een bloeding wil verder zien te voorkomen, moet je de druk in het systeem rond de lever verlagen. En dat kan je doen met de plaatsing van een zogenaamde tips. Een buisje wat de druk van de lever afhaalt. Dat werkt fantastisch, maar heeft als keerzijde dat je bloed om de lever gaat leiden. En wat er gebeurd is, is dat, maar dat toen wij een kleine omleiding aanlegden, dat we eigenlijk een bijna onbehandelbaar probleem kregen van terugkerende encefalopathie. Zo, dan zitten we hier zo aan de rechterkant. Nou ja, de eerste keer wist ik niet wat ons overkwam. Zo raar als dat was en zoals het idee. Wat het heftigste moment is geweest dat ik met mijn vader hier rondjes heb gelopen door de woonkamer. Dat hij allerlei dingen riep. Waarvan je echt dacht, nou ja, het is maar goed dat je niet weet wat je zegt. Ging hij als een soort van kip, ging hij zelf dan tok, tok, tok zeggen. En hij liep dan helemaal krom, hij verstijft ook helemaal. Ik denk dat ik dat heel ver weggedouwd heb. Het was niet fijn. Wim die nooit schold of zo, die dat dan ineens ging doen. Dan lijkt het alsof iemand in één keer dement wordt. Je wordt dan boos, achteraf onterecht. Ik heb de deur wel eens dichtgegooid. Dan zei hij van, nou zoek het maar uit. Ik wist het eigenlijk pas op het moment dat ik bijkwam in het ziekenhuis. En na de eerste keer was het ook voor me een van de naaste dingen die ik dan eigenlijk vond, is dat ik vastgebonden lag in bed. Dat vond ik zeer beklemmend. Een verschrikkelijke naam, maar het was noodzakelijk omdat ik anders alles lostrok. De laatste keer lag hij gewoon bijna in een soort van, hij was compleet van de wereld in zijn bed. Toen hebben we de ambulance gebeld, ze hebben hem gewoon naar beneden moeten tillen. Ja, er was gewoon niks mee te beginnen. Dat het echt extreem was en ook levensbedreigend. Dan ben ik even de vraag kwijt. Dat is het ook, hè? Wat je nu nog hebt, dat je dingen gewoon niet weet. Kijk, dit is. En dit is dat Wim echt helemaal weg was. Het komt en het enige wat je kunt doen is zorgen dat hij in dat ziekenhuis gaat komen en dat hij gelaxeerd wordt en dat die stof weer uit zijn lichaam gaat. Maar wat we wel zagen was dat het steeds heftiger werd. Hij lag dan 6 dagen in het ziekenhuis. Dan was hij weer 4 dagen thuis en dan konden we weer gaan bellen. En dat is, als ik zelf naar die tijd kijk, is dat voor mij het meest heftige geweest. Vooral voor mijn kinderen en vooral voor de jongste, die werd net 4. Die wist gewoon niet als ze 's ochtends uit de bed kwam of ik er wel thuis was.
alles wat er met Wim gebeurt, raakte iedereen. Als dit nou mijn toekomst moet worden, dan hoeft het voor mij niet meer. Die heeft Thijs uitgezocht. Die is mooi, hè? Wat we toen uiteindelijk bij meneer Pieters gedaan hebben, is het buisje weer kleiner gemaakt. Zodanig dat er minder bloed om de lever heen ging. In combinatie met medicatie, met lactulose en met rifaximin. En daarmee hebben we hem stabiel gekregen. Dus als je die afvalstoffen weer omlaag weet te krijgen, dan gaan die verschijnselen ook weer weg. Lactulose werkt in de darm, zorgt dat de ammoniakproductie vermindert. Rifaximin heeft, zoals het dan deftig heet, invloed op het microbioom van de darm, dus de verzameling van darmbewoners. Hij maakt ze niet dood, maar hij zorgt voor een wijziging in de verhouding, waardoor de ammoniak producerende bacteriën omlaag gaan. Ik zie wel dat mijn vader van een hele vitale man naar een oude man is gegaan. Naar een man die tussen de middag moet slapen. Naar een man die niet meer zelf zijn caravan kan pakken en die tent op kan zetten. En dat is moeilijk, want je moet daar wel met z'n tweeën moet je daar een weg in vinden. En dat is niet makkelijk. Dat is voor hun beiden echt ontzettend moeilijk. En daar worstelen ze, zie je ze nu nog mee worstelen. We gingen altijd naar Frankrijk tegen de Spaanse grens. En dat was gewoon thuiskomen daar. Dat was echt thuiskomen. En dan hadden we daar heerlijke weken. Daar gingen we niet meer heen. Het kon gewoon niet. Ik heb me altijd zeker gevoeld, hè, bij Wim. Dat was gewoon zo. Wim reed met de auto, die reed overal heen. En dan denk ik van, nu ben ik degene die zegt van, we moeten daar moet je daarheen. Dat houdt niet in dat hij niet kan rijden, want dat kan hij best. Daar is niks mis mee. En het gaat ook goed, maar ik merk dat ik bij alles wat hij doet, dat ik onzeker ben. Voor mijn vrouw die ja, dan mij met andere ogen bekijkt, soms ook vraagt van voel je wel goed? En dan denk ik soms van nou, zullen we nou niet zo, het gaat goed zo. Maar van wat hun beleefd hebben, dat kan ik me voorstellen. Hier Pieters, je staat uitgebreid ergens voor waar je niet voor moet staan. Nou, ja. Hups. Je wil graag de spil van het gezin blijven, dan was je met z'n tweeën en nu wil je dat alleen. De vrijwilligerswerk heb ik helemaal op moeten zeggen, maar ik kan me niet voldoende concentreren. En ik moet zeggen, dat vind ik wel een van de jammers, want je had contact met mensen en dat is wat ik wel het meeste mis. Maar overdag laat ik de hond zo'n 3 keer uit. Dan kom je toch wel aan de praat. Het is zoeken van wat kan ik straks ook weer, wat kan ik nog wel gaan doen.